Nou, we hebben onszelf aangemeld. Je kan je daarvoor opgeven. En wij vonden dat een heel goede manier om ons zwembad een beetje in de picture te stellen. En zo een beetje te kunnen laten zien wat er hier allemaal gebeurt. Zoals ieder zwembad hebben we het certificaat veilig en schoon. Voor ons hartstikke belangrijk om daarmee aan te kunnen tonen dat we een schoon en veilig zwembad zijn. We hebben daarmee voor de vijfde jaar achter elkaar de eerste categorie. Wat gewoon inhoudt dat we gewoon in de subtropische zwembaden gewoon een goed en veilig en schoon zwembad hebben. Waar gewoon heel veel te beleven valt. Tot 17 november kunnen mensen hun stem uitbrengen. Wij hebben geen zicht op de tussentellingen. Maar mensen kunnen dagelijks op de site van www.zwembadvanhetjaar.nl hun stem uitbrengen. Dus we hopen dat ze dat massaal gaan doen. En ik hoop dat de mensen die op ons stemmen gewoon enorm waarderen alle initiatieven die we hier nemen. Qua bewegen voor ouderen, meer bewegen voor ouderen. Op de maandagochtend, iedere maandag. Amstelveen beweegt gezond, 55 plus activiteiten. Voor de jongere kinderen, de kinderdisco die er nu 9 november aanstaande weer is. Dus voor alle leeftijdscategorieën organiseren we enorm veel activiteiten. En we hopen dat de mensen dat waarderen en op ons zullen stemmen.